What's up guys, mijn naam is Nassim. En ik ben QC. Vroeger werd ik wel eens geslagen door mijn ouders als ik iets fout deed. Ja, ik ook man, ik heb ook klappen gehad man. Ja? Ja, ik heb een paar tontos gehad, dat wil je niet weten man. Maar ik vraag me af, anno 2016, worden kinderen eigenlijk nog geslagen? Ja, ik weet niet, het wordt steeds moeilijker. Je ziet ook steeds meer mensen bellen sneller. Ik had geen kindertelefoon hoor, in mijn tijd. Dat bestond nog niet. Ik kreeg juist een telefoon op mijn... Hey, wij gaan de mensen op straat vragen, kan je je kind nog slaan? Ja of nee? En zo ja, hoe dan? Is het nog normaal om je... Oh, sorry. Is het nog normaal om je kind te slaan? Tuurlijk. Ja? Je bent nooit geslagen ook vroeger toen je klein was? Ik wel. Door je ouders? Tuurlijk. Stel je voor, je zoon komt later thuis met cocaïne, wat dan? Dan zal hij het wel gaan gebruiken, denk ik. Ja, wat moet ik dan doen? Maar dan stuur je hem naar zijn kamer toe. Van, hey Willem. Hij heeft geen kamer. Ja? Hij heeft geen kamer. Nee. Slaapt u op de bank, slaapt u een nachtje op de bank en dan... De volgende dag weer goed. Spoelen door het toilet. Kan je anno 2016 nog je kind slaan? Tuurlijk kan dat nog. Ja? Ja. Waarom? Mijn kind wat doet, gewoon je platte hand, jongen. Gewoon je platte hand tegen zijn hoofd, doe normaal, man. Oké, dus jij bent van de platte handen? Ja, man. Ben je vroeger wel eens geslagen door je ouders? Tuurlijk, iedereen is geslagen door zijn vader, elke buitenlander, man. Hoe sloeg jouw vader jou? Gewoon met platte hand als je wat deed, je weet, ja? Gewoon die tik van doe normaal. Of die blik van ik ga jou doodmaken thuis. Doe die blik één keer in de camera. Gewoon je blik zo, zo'n blik gewoon, ik ga jou doodmaken als je thuis bent. Heeft je ooit voorwerpen gebruikt of niet? Nee man, dat is niet? Gevaarlijk man. Ga jij ooit voorwerpen gebruiken op je kind? Als het nodig is wel man, moet wel man. Is het vandaag de dag nog normaal om je kind te slaan? Nee joh. Jij zou nooit je kinderen slaan? Nee man. Ben je ooit geslagen door je ouders? Jawel. Gaven ze gewoon echt klappen of voorwerpen? Wat deden ze? Klap, stuk van een tak. Wat? Ja man. Uit welk land kom jij man? Congo of zo? What the fuck man? Curaçao. Met takken slaan? Ja man. Is het anno 2016 nog normaal om je kind te slaan? Normaal? Ja, ze stoer doet kapot slaan. Kapot slaan? Ja. Die meisjes moet je slaan, bro. Tegenwoordig, die meisjes doen allemaal verkeerd dingen. Ze zijn in de stegen, ze doen hun hakjes aan, hoofddoek eraf. Maar ik heb het over jullie eigen kinderen. Dus, je hebt mijn eigen kinderen? Nee man, als die statue dingen gaat doen, moet je gewoon toch een beetje op rechte pad zetten. Ligt eraan broer, moet wel. Wat zei je? Ligt eraan broer wat ze doen man. Als ze slechte dingen doen, tuurlijk moet je slaan. Praat helpt niet deze tijden man. Nee, dus jij pak gelijk de slipper? Tuurlijk al broer, ik gooi die slipper op. Pak deze, geef gelijk eens je partij. Maar dan zei je nog dat je niet sloeg. Huh? Je zei net nog dat je niet sloeg. Nee, maar als die stoute dingen gaat doen, moet wel toch? Okay. Hij moet wel recht. Heb je zelf klappen gehad? Tuurlijk, broer. Elke dag blauwe ogen, alles. Ja. Jullie zijn Nederlands, toch? Ja. Zijn jullie vroeger wel eens geslagen door jullie ouders? Nee, ik niet. Zeker niet. Ik heb niet. Niet liegen, man. Nee. Jij bent sowieso geklapt. Nee. Oké, maar ja, ik begrijp, bij Nederlanders wordt dat niet zo vaak gedaan, hè? Nee, niet echt, nee. Zou jij later je kind slaan? Nee, zou ik niet zo snel doen, nee. Nee? Nee, zeker niet. Waarom niet dan? Je moet toch een beetje respect hebben voor je kind. Stel je voor je kind die komt met drugs thuis, hij pleegt overvallen en zo. Nou ja, ik pak hem wel aan, maar niet of ik ga hem niet slaan. Je gaat hem niet slaan? Tuurlijk niet. Boy, ik wou dat jij mijn vader was dan, man. Hey, kom jij man, jij bent sowieso iemand die je kinderen gaat slaan, man. Jij ziet er zo, ga jij je kinderen slaan later of niet? Ja, ligt eraan, dat is een beetje moeilijk doen, ja. Misschien een pak slaag nodig. Nu beginnen we te praten. Met wat ga je ze slaan, hè? Platon. Hey, jij bent die echte buitenlander hier, hè? Zeker. Zijn dit je vrienden? Nee. Gaat erom wat die kind heeft gedaan, toch? Als ze younging is en ze neukt rond met andere mensen, dan moet je er wel gaan slaan, dan moet ze leren daarvan, toch? Dus als je dochter een hoer wordt, zeg maar, bedoel je? Als ze een hoer wordt, sowieso, dan wel. Ja? Ik zeg eerlijk, anders niet. Ik ben zelf nooit geslagen, dus SO naar mijn ouders voor dat. Maar ik vind gewoon, als zij te ver gaan, moet zij één klap verwachten en dan is het klaar zo. Zij moet daarvoor geleerd hebben. En je zoon, die neukt 100 vrouwen? Daarover kan ik niks zeggen. Hij is niet goed bezig. Ik kan niet zeggen dat hij goed bezig is, want straks krijgt hij een kind. Maar ja, wat kan ik daaraan doen? Maar geen klappen? Nee. Maar dus je dochter heeft dan een blauwe oog omdat ze met 100 guys is gegaan, maar je zoon die blijft lekker ernaast, gewoon netjes en ongedeerd, omdat hij 100 vrouwen heeft geneukt? Ja, maar ik ga hem wel leren van, je weet toch hoe je het moet doen, anders straks... Je gaat hem zeg maar leren dat je met condoom moet doen en eigenlijk zo. Ik ga hem respect leren. Hij moet met één meisje blijven, niet met meerdere meisjes gaan, want zo ben ik zelf ook. Ik blijf bij één meisje en zo. Ah, zij daar weer voor praat. Dat is weer om aan die meisjes te laten zien dat je een soort van loyal bent. Ik ken jongens zoals jou. Ik ken ze, man. Nee. Kan je vandaag de dag nog je kind slaan? Nee, dat kan niet meer. Kan dat niet meer? Nou, eigenlijk wel. Opeens wel? Als hij echt uit de... Bijvoorbeeld... Als je kind echt uit de hand gaat lopen, uit de hand gaat doen en zo. Ja. Bij de hand gaat doen bedoel je? Ja, bij de hand. Dan moeten we wel een pak slaag krijgen. Als jij later kinderen krijgt, ga je dan gewoon je kind slaan?
als hij bij de hand doet, zou ik hem gewoon slaan. Zijn jullie geslagen door jullie ouders? Ja. Jij? Ja, man. Ja, jij lacht, man. Jij hebt mishandeld, hè? Nee, dat niet. Van wie heb je meer klappen gekregen? Van je moeder of je vader? Van mijn pa, man. Ja? Ja. En wat had je gedaan toen? Schors van school en zulke dingen. Heeft die harder gegeven? Ja, man, maar als je ouder wordt, voel je niet echt meer. Sowieso, ja, tuurlijk. Ja? We moeten op het rechte pad slaan, toch, af en toe. Ja, heb je al kinderen? Nog niet, man. Maar als je een kind hebt, zeg maar, met wat ga je hem slaan? Heb je die platte hand voor, toch? Ja. Ja, maar op zijn tijd, je weet toch? Dan moet hij wel iets geks doen, hè? En de riem? De riem wordt nooit getrokken. De riem, dan moet je iets extreems gedaan hebben. Dan wordt hij... Hij komt thuis met cocaïne. Psst, dan wordt hij getrokken. Hij komt thuis met een big booty bitch. Psst, nee, dan niet, man. Dan zeg ik, hey, brada. Kan je vandaag de dag nog je kind slaan? Kind slaan? Kijk, ligt eraan. Als jouw kind wat para's doet, je weet toch, gelijk op zijn plek zitten. Zodat die weet van, volgende keer niet dat doen, snap je? Als jouw kinderen veel vrijheid gaat geven, dan word je gewoon net als mij. Snap je? Dan fuck dat, broer. Gewoon verpest. Oké. Okay. Kan het nog je kind slaan? Kind slaan? No, man. Kan niet. Alleen als hij wat ergs heeft gedaan. Je weet, Marokkanen kunnen wel eventjes een slippertje geven op die bil, maar echt slaan van mishandelen niet, man. Okay. Je weet toch, als diegene iets ergs doet of zo, dan moet je wel een beetje hard zijn, toch? Zijn jullie vroeger geslaagd door jullie ouders? Zo. Hey, ik ga eerlijk zeggen, ik heb wel een paar raakklap gehad, man. Ik ga eerlijk. Je weet toch, die gevoel van, jij moet smoes verzinnen dat je van fiets bent gevallen. Je weet toch, die tories, man, die heb ik allemaal meegemaakt. Oeh, nee, je gaat wel heavy, man. Ja, man. Je hebt wel goede tikken gekregen, ja, hè? Sowieso. Maar wie, moeder of vader? Van mijn vader, man. Ja, vader, Marokkaanse vader is beste medicijn tegen problemen en zo, weet maar toch? Met wat sloeg hij dan? Gewoon handen of gewoon... Freestyle, alles wat in zijn handbereik was, tap, slipper. Alles, gewoon alles wat in zijn handbereik lag, maar alles. Ja, man. Ben je wel eens geslagen door je ouders? Ik ben wel eens geslagen door mijn ouders, ja. Toen ik wat heel ergs had gedaan. Maar ja... Wat had je gedaan? Als ik wat ergs deed, dan ging ik nooit naar huis. Broer, ik ging vanaf... Of ik ging gelijk de wc in, of ik rende naar boven. Ik deed mijn kamer op slot en ik bleef daar de hele dag zitten, man. Je weet toch, mijn vader... Je was bang van je vader, hè? Je weet toch, als ik iets goed had gedaan, dan ging ik naar mijn vader toe. Zei ik, papa, ik heb dit goed gedaan. En dan als hij dat andere vergeten, was hij weer blij, toch? En met wat sloeg hij jou dan? Gewoon alles wat in... Gewoon, broer, bijvoorbeeld hij zit hier in een vaas liggen, hij gooit gewoon, broer. Gewoon gooien, broer, alles wat... Je moet kinderbescherming willen, man, broer. Nee, broer, je weet toch, alleen bij erge dingen, toch? Sowieso, man, sowieso. Hebben jullie nog iets te zeggen tegen jullie ouders? Tegen mijn vader, ja, ik ben aan de ene kant wel dankbaar voor die klappen, maar af en toe mochten ze wel wat zachter zijn, man, ik ga eerlijk. Ik heb sowieso lof van mijn vader, je weet toch? Hij heeft mij hard gemaakt met die klappen, je weet toch? En ja, man. Ik zou sowieso later ook voor mijn kinderen zo zijn hoe mijn vader nu bij mij is, toch? Oh, lekker je kinderen mishandelen, lekker, man. Nee, tuurlijk niet, broer. Tuurlijk niet, man. Met fazen gooien, nee, lekker, man. Alleen als ze wat ergens doen, toch? Maar bij mij, weet je toch, ik ga gewoon speciaal voor deze interview, ik ga geen fazen later kopen, man. Wat voor afkomst ben jij? Turks, man. Oké, heb jij vroeger klappen gekregen? Vroeger, zeker. Genoeg, ja? Meer dan genoeg. Oké, als je moet denken aan de ergste voorwerp die je op je reet hebt gekregen, welke is dat? Was het de riem? Nee. De pollepel. Die riem is nog een van de minste pijnlijke die ik heb gegeten. Een van de minste pijnlijke? Oh, wat heb je allemaal gekregen? Stofzuiger? Ja. Erin of erop? Erop. Ja. Heel lekker erop. Ja? Ja. Oké, maar die stang gewoon? Die hele stang, die ook die voorkant. Bam. Ja, dat zijn wat had je gedaan? Dat is iets tussen mij en mijn vader. Kan je vandaag de dag nog je kind slaan? Tuurlijk, waarom niet? Jullie zijn lekker enthousiast. Ja toch, sowieso, ja? Waarom niet? Ik wel eens ben geslaagd door mijn ouders. Ik denk dat elk Marokkaans kind wel eens geslaagd is door zijn ouders. Anders klopt er iets niet in de opvoeding, weet je toch? Ja, tuurlijk. De vraag kan beter zijn, wanneer zijn we niet geslaagd door onze ouders? Wanneer ben je niet geslaagd door je ouders dan? Ja, nooit. Wat is voor jullie een reden om je kind te slaan later? Als hij thuis komt en hij heeft het lef om wat te stelen of wat dan ook. Ja, toch? Maar dus als hij iets gaat stelen, dan zou je wel een paar tikken geven? Ja, zoiets. Kijk, slaan moet natuurlijk, er is verschil slaan en mishandelen. Slaan. Waar is die grens voor jou? Corrigeren, de platte hand hier op zijn vang. Gewoon een warme oor, je weet toch? Dat hij met een paars oor gaat slapen. Ja. Je weet toch? En wat is voor jou een reden om je kind te slaan? Respectloos. Zij zegt tegen jou, hey papa, fuck you. Krijg je een warme oor van mij. Wat is voor jou een reden om je kind te slaan? Ook als hij gaat stelen, man. Dan heeft hij echt een probleem. En stel je voor, hij of zij komt met drugs thuis. Zo.
Hij gaat echt wel naar mijn huis uit. Dan gaat echt iets verder naar huis. Gaat dat, gaat verder, dat gaat verder dan slaan. Ja. Slaan, dan nog thuis uitgooien. Dan weer naar binnen, weer slaan. Dan weer thuis. Thaibox doen met diegene. Zoals die gozer ook zei van Rotterdam. Thaibox. Thaibox op zijn moeder. Ja, toen ik 12 was, had ik een keer zo'n raam kapot gemaakt. Was ik opgepakt. Zo, toen ik echt zware klappen gekregen. Ook met voorwerpen of zo? Riem, slipper, wat moet je nog meer? Stok. En bij jou? Ik kreeg 2 rondes, maar eerst mijn moeder, daarna mijn vader. 2 rondes, daarna knock-out. Wat er is, dat is de hand. Ja? Die platte hand gewoon, ja man. Ja, ik wil vragen, kan je me een keer voordoen, maar ik heb geen zin om klappen te krijgen, man. Dus laat dat maar. Je weet wat die traditie is. Nee. Moet ik je openen, man. Het is gewoon, je mag, maar niet te hard, oké? Okay? Oh, lekker man. Oh, allemaal ook gewoon. Ah. Oké, okay, is goed, mijn boys, dankjewel. Is het in 2016 nog normaal om je kinderen te slaan? Nee, het is niet normaal om je kinderen te slaan. Is het nog normaal om je kinderen te slaan? Nee. Kind dat je slaat, leert slaan. Kind dat je respecteert, leert mensen respecteren. Dat is de mooiste antwoord die we tot nu toe hebben gehad, hè? Dankjewel. Je bent ook nooit geslagen? Nee, ja, één keer toen ik de autoruit van mijn buurman had ingegooid, toen ik heel klein was. Ja? Ja, en dat heeft nog geholpen ook. Hoe oud was je daar? Ik was 6 jaar volgens mij. 6 jaar en dan ruit ingooien? Ja, het was per ongeluk. En dan zoveel jaar later zo wijs antwoord geven? Ja? Nou, dankjewel man. Ja, dus er is voor iedereen hoop, zeg maar. Ja, als je 6 jaar bent en je bent al een crimineel, dan kan je altijd nog gewoon... Dan kan je nog terug op de rechte pad. Nooit je kind slaan? Nee, nooit je kind slaan. Vind ik echt niet... Maar zei hij komt met cocaïne thuis? Ja, kijk, dat is een andere verhaal. Oh, nu komt hij los, hè? Andere verhaal, klopt. Ja? Ja. Nee, niet slaan. Ja, ik weet niet. Ligt eraan als hij het gebruikt. Verkopen vind ik ook niet goed. Dan moet je hem op zijn plek zitten en leren dat hij niet zulke dingen niet kan doen. Snap je? En als hij het gebruikt? Ja, dan gaat hij de huis uit. Ja? Het huis. Met een paar klappen of zonder? Ja, dat weet ik nog niet. Ja? Ik denk met. Bij ons Irakezen is... Gevaarlijke situatie als je zulke dingen gebruikt. Ja. Nessie weet misschien ver. Is het nog normaal om je kinderen te slaan? Blijkbaar vroeger wel. Ik ben geslagen op school en door mijn vader, maar nu niet meer. De kinderen worden eerder volwassen en zijn slimmer dan vroeger in de 1950, na de oorlog. Maar u kreeg dus thuis een pak slagen omdat je stout was? Vele malen. Maar ik ben in elkaar geslagen, bijna half dood geslagen door mijn vader. En dus ik ben toch 65 en... Gezonder wel, ja. En van de leraar ook. Van de leraar ook? Van de nonnen als kind, ja. Was dat een man van leraar? Dan werd geslagen op school. Ik zou vechten met mijn leraar. Ja, die wisten van wanten hoor. Ik sla niet, ik heb nog nooit iemand als kind geslagen. Ik ben wel zwarte band, Koreaans karate, maar ik heb nog nooit iemand geslagen. Kunt u misschien even een move gooien? Ik ben niet agressief. Kunt u een move gooien? Ik ben 65 jaar, hè? Oh shit. Kan je vandaag de dag nog je kind slaan? Ik zou het niet zo echt adviseren om je kinderen te gaan slaan in deze tijd, want dan word je gelijk in de cel gestopt. Ben je vroeger wel eens geslagen door je ouders? Ik kom natuurlijk uit Rusland, dus je zou verwachten dat ik word geslagen met de fles wodka. Oh. Nee, ik ben niet geslagen, man, gelukkig. Nog nooit? Nee, man, nog nooit. Ik heb nooit iets verkeerds gedaan. Heb je ze zeggen tegen ouders die hun kinderen slaan? Sla je ouders? Nee. Sla je ouders, daarmee gaan we eindigen. Dankjewel, man, broer. Vonden jullie dit een leuke video? Ga dan nu gelijk naar de subscribe-button hieronder. Druk gelijk op subscribe. Doe ook gelijk een blauw duimpje omhoog. En als je echt aardig bent, een commentje. En je kan ons ook volgen op onze persoonlijke kanalen. Check QC ook op YouTube, zijn vlogkanaal. Check mijn vlogkanaal, Nissim Naci. Volg ons op social media. Alles staat in de beschrijving. Tot de volgende keer. Ja.